En iedere paar dagen kwam hij bij mij binnenstormen om te zeggen van, dit is ook nog het geval. En dit klopt ook nog. En nu weten we ook nog het mechanisme, ja, zeg zo, maar. Zo viel eigenlijk de hele puzzel dus het viel, dat was langzaam echt in elkaar. Ja. En dat was wel heel, heel leuk om mee te maken. Ja. Wim Hof, alias de Iceman. Hij is de man die al jaren aantoont barre omstandigheden te kunnen weerstaan. In 2011 is hij onderwerp van een wetenschappelijk onderzoek van het Radboud UMC. De Iceman blijkt in staat om zijn immuunsysteem bewust te beïnvloeden. Iets waarvan we altijd dachten dat het nooit kon. Het is maar één bevinding bij één persoon. En dat is dan nog geen wetenschappelijk bewijs. En daarom waren we heel gemotiveerd om te zeggen, we willen nu groepen mensen gaan vergelijken. Dus een groep die getraind is door Wim Hof ten opzichte van een groep die niet getraind is. Er komt een nieuw onderzoek. Eén groep wordt door Wim Hof getraind in Polen. Jongens, hier is het. Net als Wim in 2011 krijgen de jongens een deel van een dode bacterie ingespoten, terwijl ze de techniek van de Iceman toepassen. Normaal gesproken maakt de bacterie je enkele uren ziek. Dat geldt opvallend genoeg niet voor deze groep. 98. Daartegenover staat een controlegroep, jongens die dus niet door Wim Hof zijn getraind. Zij voelden zich wel ziek en rillen zelfs. Onze belangrijkste conclusie, ja, dat we nu voor het eerst heel duidelijk en ja, onomstotelijk feitelijk hebben aangetoond dat een mens dus wel in staat is om zijn autonome zenuwstelsel en zijn immuunrespons op een vrijwillige manier te beïnvloeden. En dat was echt iets wat in de tekstboeken staat, dat kan niet.